Mijn naam is Zhou Chang. Ik ben dierenverzorger in het Dujiangyan-reservaat, onderdeel van China's beschermings- en onderzoekscentrum voor reuzenpanda's. Ik werk al zo'n 12 jaar voor dit project. Reuzenpanda Xingya en Uwen hebben allebei net hun derde verjaardag gevierd. Een reuzenpanda van 3 is bijna volwassen. Xingya is een mannetje, dus hij heeft natuurlijk een aantal mannelijke karaktertrekken. Hij is bijvoorbeeld erg energiek en levendig. Hij klimt graag in bomen en houdt ervan om op zijn achterpoten te staan en te lopen. Dankzij de training die wij hem geven, worden zijn achterpoten steeds sterker. Hij kan nu al zo'n 15 tot 20 seconden rechtop staan. En daar worden we heel erg blij van, omdat de activiteit van een mannetjespanda en de kracht in zijn achterpoten later heel belangrijk zijn voor de voortplanting. Vrouwtjespanda Uwen is zachtaardig en elegant. Echt een meisje. Ze beweegt nogal langzaam. Ze eet ook erg langzaam. En soms kan ze ook een beetje humeurig zijn. Ik kan daar wel een voorbeeldje van geven. Om de activiteit van een panda te verhogen, verstoppen we soms lekker eten in een boom. Zoals speciale pandabroodjes, appels of wortels. Uwen klimt dan altijd heel snel die boom in en vindt daar het eten. Op een keer dacht ik ineens, zal ik Uwen eens wat meer werk geven? Toen heb ik het eten niet in die boom verstopt, maar in een andere. Toen Uwen ontdekte dat er geen eten in de boom lag, werd ze ontzettend boos en brulde ze een paar keer naar me. Daarna klom ze langzaam weer naar beneden en vervolgens klom ze in een andere boom, op zoek naar eten. Ik wil maar zeggen, we maken een panda natuurlijk niet expres boos, maar soms kunnen we haar activiteit op deze manier wel stimuleren. Pandabroodjes zijn een speciaal soort voer dat ons onderzoekscentrum voor de panda's heeft ontwikkeld. Deze broodjes bestaan voornamelijk uit rijst, sojabonen, mais, ei en nog wat calciumcarbonaat, calciumdiwaterstoffosfaat en wat mengolie. We geven ze elke dag een paar van deze pandabroodjes. Daarmee verhogen we de voedingsinname van de panda's. En dat is nodig omdat ze niet in het wild leven. Omdat wij als verzorgers al jarenlang intensief met ze werken, voelt elke panda als familie. Het is een beetje alsof ze onze zonen en dochters zijn. Of een goede vriend of vriendin. Waar de panda's ook naartoe gaan, ergens in China of in het buitenland, overal brengen ze vreugde en plezier. Als je ze opzoekt in hun nieuwe verblijfplaats, zal je zien dat ze de mensen blij en gelukkig maken. Dat is onbetaalbaar. Als je de mens hoort lachen en hun enthousiasme ziet, weet je dat deze panda's, die je ooit zelf hebt gevoed, nu iedereen blij maken.